Wij zijn Mavis en Van Deursen, Amal Mavis, ik ben Linda van Deursen en wij zijn een grafisch ontwerpbureau in Amsterdam. Het bestaat eigenlijk voornamelijk uit ons tweeën, maar voor deze opdracht zijn we wel wat, hebben we wat meer mensen nodig. Ik denk dat wij gewoon heel erg geprobeerd hebben om na te denken wat we eigenlijk echt met het museum zouden willen gaan doen. En dat komt neer op het creëren van een soort platform, een soort podium, waar de kunst zeg maar een soort van plek zou kunnen krijgen. Dus dat hele idee voor die hele huisstijl zoals die nu is, vertrekt eigenlijk helemaal vanuit dat idee. Dus je kan eigenlijk zeggen dat de kunst zelf misschien wel de inspiratiebron is. Is het helder? Is het herkenbaar? Is het eigen? En klopt het met wat je denkt dat het Stedelijk Museum is? Dus ik denk dat dat vooral de kenmerken zijn voor een goede identiteit. Een van de dingen die we denken nodig hebben is iets wat kan werken als een teken. Net zoals bij de T voor Temporary Stedelijk wilden wij iets hebben wat je gewoon als een teken ook af en toe kan inzetten. Niet altijd, maar soms heb je dat nodig. Bijvoorbeeld op de rug van een boek of misschien wel op een tas of op iets anders. En daarvoor is de naam Stedelijk Museum Amsterdam heel erg lang. En wat misschien ook nog niet zichtbaar is voor veel mensen is dat maar de manier waarop de S eruit ziet met die letters, dat het eigenlijk een soort van voorbode is van een bepaald soort taal, hè, een soort van grafische taal. En die zit daar natuurlijk achter, maar die is misschien op dit moment nog niet zichtbaar. Dus eigenlijk allerlei dingen die nog komen, of die nu zeg maar langzaam geproduceerd worden, die hebben toch een soort van connectie met dat teken. Dus ook voor een huisstijl geldt dat als je dan met een teken komt, dat het niet los moet staan van al het andere wat je gaat doen. Dus er moet een relatie zijn tussen dat teken en zeg maar de identiteit en alle onderdelen van de identiteit. En ik denk dat gewoon zeker gelukt is. Wat we hier proberen te doen is eigenlijk allerlei oplossingen te verzinnen voor als het museum straks open gaat. Dus er komen zaalteksten. Nou, hoe gaan die zaalteksten eruit zien? Zodat iedereen weet op welke, hoeveel woorden erop kunnen, waar ze komen te hangen, hoe groot dat is. Komt er een titel bij een tentoonstelling? Nou, hoe ziet die eruit? Nou, we hebben eigenlijk al hele verschillende dingen al geprobeerd. Nou, als ze dan niet goed vallen, dan moeten we weer met een ander voorstel komen. Dus we hebben nu net een aantal dingen hier gedaan die naar ons idee een oplossing zouden kunnen zijn. Maar die moeten natuurlijk, het zijn nog allemaal tests, moeten nog goedgekeurd worden. Maar dat is wat we eigenlijk, we zijn heel veel dingen achter de schermen aan het doen. Dus om klaar te zijn voor als het museum open gaat. Nou, we zijn er erg blij mee. We hebben heel bewust voor Mavis en Van Deursen gekozen. Omdat zij als geen ander begrijpen wat bij het stedelijk past. Want zij zijn ontwerpers die niet alleen naar de toekomst kijken, maar ook de identiteit van het stedelijk snappen. Daarom hebben ze ook een hele vrije opdracht gegeven. Ze wisten van tevoren precies wel welke uitingen we allemaal willen maken en nodig hebben. Maar daarbinnen hebben ze dus alle vrijheid gekregen om met een grafische identiteit te komen.